Een paar jaar geleden hebben we een leuke serie gemaakt van De Verzamelaar. Maar hoe zou het nu met deze mensen zijn? Zijn ze nog steeds met hun verzameling bezig? Wijk TV De Valuwe gaat even terug naar De Verzamelaar. Ja, en daar zitten we dan bij Willy. En Willy, die is in 2018 al gefilmd door ons voor De Verzamelaar. Want Willy verzamelt bierdopjes. Nou, bierdopjes in alle soorten en maten. Willy, ik heb even teruggekeken en in 2018 had jij 2150 dopjes. Hoe is het nu met jou en met je dopjes? Ja, met mij is het goed en met mijn dopjes ook inderdaad. Ja, het zijn er inmiddels meer geworden. Ik zit nu op ruim 2500. Ja, je bent afhankelijk van de dopjes die je krijgt natuurlijk veelal. Maar sinds de opname van vorige keer heb ik wel heel leuke reacties gehad. Ik krijg te pas en te onpas bierdopjes in de brievenbus geschoven. En dan denk ik van oké, weer leuk. Dan heb ik hier altijd een kistje staan waar ik ze in eerste instantie in doe. En als het kistje weer goed genoeg gevuld is, dan ga ik ze bijvoegen in de platen bij degene waar dat ze bij horen, of dat ik ze heb of niet heb. Ja. Dat doe je nog steeds op dezelfde manier als toen? Ja, ja, ik vind het systeem nog steeds goed werkend. Dus ja, wat goed werkt, waarom zou je het veranderen? Ik heb inmiddels wel meer platen. Toen had ik, ik denk, 12 platen volgens mij. En nu heb ik er 18. En die beginnen langzaam ook alweer vol te raken. Maar ik heb nog een paar platen die ik nog altijd kan voorboren met die gaten erin. Ik kan voorlopig nog vooruit. Ja. Nou, zo'n 400 dopjes in een jaar of 4-5, ik vind het nogal wat. Zeker omdat het dus weer andere dopjes zijn dan die je al had. Ja, klopt. Alle bierbrouwers die brengen toch met een regelmaat. Verversen ze het logo en de etiketten worden veranderd, maar ook de dopjes worden veranderd. Ja. En daarnaast is, sinds de tijd dat je hier bent geweest, heeft Radler en 0.0 heeft een enorme vlucht genomen. Ja. Ze zijn allemaal nieuwe dopjes voor mij. Ja, want ik zat net even in jouw trommeltje te kijken en ik vis er inderdaad de Radler uit. Ook een ander soort dopje, maar daar hebben we het zo over. De Radler. Mag die ook meedoen, want is Radler bier? Ik schaar het onder de bieren. Ze zeggen ook, er staat ook op dat het de Pilsener is. Dus dan vind ik het een bier. En 0.0, er zit dan wel geen alcohol in, maar ze noemen het bier. Dus alles wat bier is. Maar ik spaarde ook al een beetje frisdoppen, dus het past er gewoon allemaal bij. Ja. En het merk is gewoon in dit geval bijvoorbeeld Amstel. Ik heb heel veel dopjes van Amstel onder andere, dus daar passen ze mooi in de serie weer bij. Ja. Ja, en dat is iets wat een gigantische vlucht heeft genomen natuurlijk. Ja. En dus dat blijft maar komen. Ja, sowieso. En nogmaals, ook met een voetbalkampioenschap bijvoorbeeld. Je hebt daar bijvoorbeeld Bavaria, die willen nog wel eens met een EK of een WK een oranje dop maken. En dat wil Heineken ook nog wel doen. En zo hebben ze elke keer ook weer met evenementen andere doppen. Dus ook die blijven komen. Ja. Dus ik kan er lekker aan de gang blijven. Ja. Nu zag ik ook in je verzameling iets anders. Is dit een kroondop? Het is een ander soort bier. Deze dopjes die zitten dus boven op een kurk van een grote bierfles. Aha. Dit is bijvoorbeeld een Hertog Jan Grand Prestige, dit is een La Trappe. En die spaar ik ook. Die zitten boven op de kurk en die haal ik er dus. Dit is een 0,75 liter fles bier. Ja, en het is bier. En het is een soort van kroondop. Dus die past, vind ik, heel goed bij mijn verzameling. Ja, die mag gewoon ook meedoen. Ja, die mag gewoon meedoen. Ja, heel graag zelfs. Want deze heb ik nog niet zo heel erg veel. En die komen nu ook steeds meer in opmars. Ja. Ja. Ik hoor dat je al die jaren dus nog druk bezig bent geweest met verzamelen. Ga je ook nog door de komende jaren? Ja, inmiddels heb ik zoveel medestanders die gewoon bierdopjes voor mij meebrengen. Die zou ik teleurstellen als ik het niet zou doen. En zolang ik het leuk vind, ik heb ze allemaal boven op de zolder. Ik heb ze allemaal in een wand zitten. Dus
Het zit me ook niet in de weg en ik kijk er altijd graag naar. En ja, je kan maar een hobby hebben, toch? Ja, zoals je in je vorige interview zei, iedereen heeft wel iets geks. Ja. En dit is de mijne. Ja, precies. Ja. Ja. Prettig gestoord noem ik het altijd, maar ja. Fijn. Ik ben ook een liefhebber van alle andere soorten bier. Dus ook zelf verzamel ik... altijd als we bijvoorbeeld op vakantie gaan, dan is wel een tik van mij dat ik een drankenwinkel inloop en dat ik gewoon echt een paar flesjes bier eruit haal. Dat dopje heb ik nog niet. En dan koop ik die flesjes en dan ga ik er heerlijk van zitten genieten. Dat nog zeker? Zeker, ja. Ja. Okay. Nou, dus iedereen die nog dopjes heeft waarvan je denkt, nou, misschien is er wel iets bijzonders. Ze mogen nog steeds in de brievenbus. Ja, zeker. Ze mogen in de brievenbus of ze mogen lekker achterom komen en onder het genot van een pilsje de dopjes afleveren. Ik vind alles goed. Nou, dankjewel Willy voor je tijd en ik wens je nog gigantisch veel dopjes in je prachtige verzameling. Dankjewel. Komt goed, dankjewel.